Ja, wat je hier ziet is de nieuwe Renault Express. Dus dit is niet de Renault Kangoo Express, maar de Renault Express. Eigenlijk zeg maar de doorontwikkelde auto van de Dacia Dockers zoals ze die in het verleden kennen. Maar hij ziet er vanuit de voorkant gewoon super gaaf uit. En ik denk dat het ook gelijk een van zijn grote pluspunten is. Als je het hebt over zeg maar, het voorkomen van de auto, ziet hij er gewoon heel modern uit. In dit segment lijken alle auto's overigens best veel op elkaar. Als het gaat om comfort, uitstraling, een stukje veiligheid, maar ook wel de prijsstellingen. Dus er zijn geen hele grote verschillen. Heb je hele specifieke wensen, neem dan even contact met ons op. Dus ben je bijvoorbeeld heel erg lang, zoek je veel zitruimte of trek je een relatief gezien zware aanhanger. En dan kunnen wij vanuit de bedrijfswagenadviseurs in één keer de juiste auto adviseren. Ja, maar zoek je een betaalbare, compacte bestelwagen die er toch gewoon representatief maar gaaf uitziet, ja, dan is deze Renault Express misschien wel jouw ideale auto. Nou, we gaan er in ieder geval even een stukje mee rijden en dan kun je er ook een stukje van het interieur in bekijken. Ja, na een dag rijden in de Renault Express kan ik niet anders zeggen dat het gewoon een hele fijne auto is. Dus hij is licht in de bediening, het koppelen, het schakelen, het sturen. En ja, alles zit binnen handbereik. De dingen die je nodig hebt zitten er gewoon op. Een airconditioning. We hebben deze een cruise control. In dit geval is ook de radio via het stuurwiel te bedienen. Er zit een touchscreen navigatie in met een mooi groot scherm. Dus ik vraag me dan altijd af. Voor wie zou dit de meest ideale bestelwagen zijn? Nou, ik denk voor de ondernemer die gewoon praktisch kijkt naar de binnenkant. Van, rijdt hij fijn? Zit hij fijn? Zitten de dingen erop die ik nodig heb? En misschien ietsje minder let op het laatste stukje design op het dashboard. Maar die daar liever profiteert van een hele lage leaseprijs. Maar die wel aan de buitenkant een auto wil hebben die er gewoon representatief en kwalitatief gezien gewoon heel goed uitziet. Want het neus van de Renault Express, ja, naar mijn idee, ziet het er gewoon gaaf uit. Als je hier je reclame op zet, dan kom je echt heel netjes voor rijden. Dus, nou, wil je meer weten van deze auto, van het leasen ervan, of bij wijze van spreken wat de kosten voor reclame erop kosten, of een betimmering of een inrichting erachterin, ja, dan ben je bij de bedrijfswagenadviseurs aan het goede adres. En als je zelf een keertje wil proefrijden, dan horen we het ook heel erg graag.